En wat mag er nou echt niet ontbreken in de babykamer? Ik weet gewoon het jongenkamer. Of het je een jongetje wordt of een meisje, dat maakt niet uit. Eigenlijk moet ik dat er gewoon tussen doen. Ja. Die gaan we even hier delen, uiteraard. Dan heb ik nog 6 weken. Precies. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Binti Baby video. Ik vind het heel erg leuk om wat inspiratie op te doen ter voorbereiding van de inrichting van onze eigen babykamer. En daarom ga ik in deze video binnenkijken in 3 babykamers die alle 3 iets met elkaar gemeen hebben. Namelijk botanische invloeden. Zoals jullie weten ben ik echt gek op invloeden uit de natuur. Denk aan botanische prints, maar ook vergrijsde aardetinten. Bijvoorbeeld dit behang. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat eventueel toegepast kan worden in de babykamer. Voor de inrichting van onze babykamer heb ik echt wel het een en ander in mijn hoofd. En ik ben continu aan het scrollen op Instagram en Pinterest om inspiratie op te doen. En toen dacht ik, wat is nou leuker om binnen te kijken in echte babykamers? En ik ga langs bij Danielle. Zij is pas mama geworden van dochtertje Lou. Maar ook kijk ik binnen in de kamer van de zoons van Ayla. Jawel, een tweeling. En als laatste ga ik binnenkijken in het prachtige kamertje van de dochter van Vivienne. Nou, genoeg gekletst. Kijk lekker verder. Nou, Danielle, we staan hier nu in de babykamer van jullie dochtertje Lou. Ja. En ja, hartstikke leuk om hier te zijn. En wat mij meteen opviel is natuurlijk dit fantastische behang. Dat zag ik op je Instagram. Ja. En ja, waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben, hoe ben je begonnen met de babykamer? Nou, ik moet eerlijk bekennen, in huis ben ik eigenlijk altijd degene die het meeste wil bepalen. Mijn vriend heeft niet zoveel inspraak. En hij had heel duidelijk bedacht, als wij een kleine krijgen, dan wil ik gewoon een jumbokamer. Of het je een jongetje wordt of een meisje, dat maakt niet uit. Oh, echt? Ja, hij moest en zou een jumbokamer hebben. Dus het was eigenlijk al snel bepaald dat hij dan een groen behang geeft, gelijk wel echt een lekker jungelspeurtje. Ja, zeker. En er moesten wat apen bij, dat was ook zeker, want alles in huis bij ons heet aap. Zelfs de kat heet aap. Echt? Wat heb jij dan met apen? Ik vind het eigenlijk vanaf het begin, ik ben nu ongeveer 7 jaar samen met mijn vriend. En vanaf het begin af aan noemen we elkaar aap. En de wat kat heet aap. Ja. En we geven elkaar vaak cadeautjes die ook met aapjes te maken hebben. En Oh, bijzonder. Dus, gewoon zo ontstaan. Ja. En ik zie her en daar inderdaad ook al wat aapjes terugkomen. Ja. Ja, ze zijn een beetje verstopt, maar ze zitten overal in de kamer, zijn die wel vaak te vinden. Eigenlijk ook een beetje eigenwijs. Ja, aapjes zijn natuurlijk weer eigen. Ja. Leuk! Dankjewel. Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende meubeltjes verkrijgbaar, verschillende winkels. En ik zie hier toch wel echt een mix van stijlen bij elkaar. En als ik kijk naar dit kastje, het heeft toch wel een beetje antieke uitstraling. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, je hebt het goed gezien. We zijn eigenlijk, toen ik zwanger was, zijn we nog even snel op vakantie gegaan. Lekker een weekje naar Frankrijk en België. En daar hebben we eigenlijk een soort van vintage tour van gemaakt. Dus we zijn langs verschillende winkels gegaan. Met de auto? Met de auto. We hadden net een nieuwe auto waar dan ook lekker wel wat in kon, zeg maar. Ja. En toen liep we eigenlijk tegen deze commode aan voor €45 met een prachtig marmeren bad. Nee. Ja, dus die hebben we natuurlijk ingeladen. En in een winkel of een markt? Nee, het was echt in een winkel. Ja, we hebben een vintage winkel ontdekt die door heel België zat, die trok. En die hadden echt fantastische dingen allemaal staan voor geweldige prijzen. Nou, die gaan we even hier delen, uiteraard. Dus wie weet, als jij dus ook op zoek bent naar zo'n prachtig exemplaar, dan stap in de auto en ga naar België. Ja. Wauw! En verder, het kapstokje komt ook uit de vintage winkel. Die heb ik even een nieuw likje verf gegeven. Net als de kast, die heb ik dan op Marktplaats gevonden. Die heeft mijn vriend op moeten halen. Daar gaan we heen lopen. Ja, dus dat is deze? Ja, dat is deze. Ja, hij was eerst van vinier, was die, maar dat vind ik zelf niet zo mooi. Omdat we al redelijk wat hout en riet hebben in de kamer, vond ik het leuk eigenlijk om een groene kleur te geven. Zodat hij ook weer beter bij het jungle-thema past. Ja, zeker. Ja, maar waar je dus alle kleertjes. Ja, ik kan hem wel even openmaken. Ja. Ze heeft al een aardig gevoel. Wauw! Ja. Heb je dan verder nog leuke winkels die je kan delen waar je verschillende items hebt gekocht? Ik ben eigenlijk voor altijd iemand die graag webshopt, als ik niet naar een vintage winkel ga. En de aankomst van Enkleveling, die hebben altijd ook wel hele leuke items om je kamer goed af te stylen. Ja.
En is het een lampje of is het een beeld? Het is een spaarpot. Oh, een grote spaarpot. Ja. Wauw, daar kan allemaal heel veel in. Ja, en een aap natuurlijk. Dus leuk. Dat, ja, past helemaal. Wat ik zo leuk vind aan de kamer is dat het echt wel een mix is van design en vintage elementen. Ja, dat hebben we eigenlijk ook in de rest van het huis en dat moest voor mij ook echt terugkomen in de babykamer. En hoe zorg je nou dat de kamer toch een persoonlijke touch krijgt? Ik denk dat het in ons geval echt is door alle zelfgemaakte spulletjes. We hebben veel cadeau gekregen. Mijn moeder die haakt heel veel. Dus die heeft bijvoorbeeld het aapje gemaakt wat je hier ziet zitten. Oh, mag ik hem pakken? Ja, natuurlijk. Ja. Oh, wat lief. Ja, heel schattig. Dat past natuurlijk perfect in het thema. Ja. De print die je hier ziet, die is vroeger van mijn ouders geweest. Die heb ik vast gekregen en die mocht ik inlijsten. En ook weer een aapje. Met een aap, ja. En dit is een hangertje die vroeger ook nog van mij is geweest. Dus dat vond ik ook alweer heel speciaal om bij mijn eigen dochtertje weer op haar kamer te hangen. Ja, zeker. En volgens mij heb je ook nog iets heel bijzonders wat je moeder ook heeft gemaakt. Absoluut, ja. Het is een geboortelapje. Nee. En dan moest het natuurlijk niet een traditioneel geboortelapje worden, maar weer met het jingle thema doorgevoerd. Ja, heel speciaal. En eigenlijk ook een beetje wat je hier ziet. Ja, klopt. Ja, het matcht weer helemaal met elkaar. Dat is echt wel een hele leuke manier om toch de kamer een persoonlijke touch te geven. Ja. Ook omdat andere mensen hebben dit dan niet. Dus het is echt speciaal. Maakt het heel eigen. Ja. Nou, superleuk om hier binnen te mogen kijken. En wat is nou iets wat echt niet mag ontbreken in de babykamer? Nou, wat ik zelf wel echt een hele goede vond, is het vloedleed wat we hebben van Lorena Camels. Ja. Die kan je dus gewoon in de wasmachine gooien. Oh. Dus als er iets wordt geknoeid met een kleine, is het hartstikke handig als het gewoon lekker de wasmachine in kan. Oh, wat slim. Ja. Nou, dan ga ik zeker. Vloerkleed mag natuurlijk echt niet ontbreken. Leuk. En heb je nog een andere tip? Veel opbergruimte is denk ik ook wel echt heel handig. Want je krijgt waarschijnlijk allemaal leuke cadeautjes nog. Die allemaal een plekje moeten krijgen. En is het nou zo, breng je nu hier al veel tijd door samen met Lou? Als ik heel eerlijk ben, verschonen we op dit moment alleen nog haar luier. En binnenkort. Ze slaapt nu nog lekker bij ons. Dus waarschijnlijk gaat ze binnenkort lekker op haar kamertje slapen. Ja, het is wel heel fijn dat de kamer gewoon al helemaal af is. En dat ze hier, helemaal omringd wordt door de jungle en de aapjes. Nou, super bedankt voor deze mini-tour. Ik heb echt heel veel inspiratie opgedaan. Ook voor onze eigen babykamer. Ik wens jullie heel veel geluk en liefde toe met Lou. Dankjewel. Jij ook heel veel succes nog met de rest van je zwangerschap. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jullie kamertje eruit gaat zien. Ja, ik ook. Het volgende kamertje dat ik ga bezoeken is van Liam en Revi, de zoons van Ayla. Dus kijk lekker verder. Nou, Ayla, hartstikke leuk om hier bij jou te zijn in de kamer van jullie twee zoons. En eigenlijk ben ik wel heel erg benieuwd hoe je bent begonnen met de kamer. Ik moet eerlijk zeggen dat al voordat ik wist dat er twee zouden worden, eigenlijk al voordat ik zwanger was, ik wist dat ik in het beetje jungle botanisch themaatje zou gaan. Ik ben er gewoon echt heel erg fan van. Ik ben echt ook al heel vroeg begonnen met een beetje Pinterest kijken. Zoeken naar dingen die ik leuk vond en alles een beetje bij elkaar verzamelen. En is dat dan ook waar je inspiratie vandaan hebt gehaald? Ja, ik moet zeggen echt heel veel van Pinterest, heel veel van Instagram. Ook gewoon echt hashtag zoeken met dingen die ik leuk vind. En dat vind ik überhaupt heel vermakelijk. Maar al helemaal de babykamer, het was niet te stoppen. Toen ik zwanger was, natuurlijk op een gegeven moment ook, toen ik thuis had niet zo heel veel meer te doen. Met de tweeling moest ik best wel vroeg al stoppen met werken ook. 26 weken, dus ik had meer dan genoeg tijd in handen om een beetje alles bij elkaar. Ben je toen al begonnen of ben je al eerder begonnen met... Ik ben al wel eerder begonnen, maar het was meer sporadisch met als ik een leuk dingetje vond, zoals de kop achter me bijvoorbeeld, was al best wel vroeg had ik die gevonden, hier en daar wat dingetjes, maar echt de babykamer zelf bij elkaar gebracht was pas toen ik, 30 weken zwanger was of zo. Dus dat was wel wat meer tegen het einde dat echt het behang erop ging. Dan heb je nog 6 weken. Precies. Dus dat was nog wel wat laat. Gezien hoe lang ik er eigenlijk al mee bezig was. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. En verder, omdat er twee zijn, dat was natuurlijk in eerste instantie ook dat je denkt, oh, oké. Okay, dus moet dan alles dubbel? Moet ik dan twee commodes? Moet ik twee kledingkasten? Obviously twee bedjes. Ja. Maar dat is ook waar wij voor hebben gekozen om wel twee bedjes te nemen, maar we hebben gewoon één commode, want je gaat het toch niet gelijk. Nee, logisch. En op zich, kinderkleertjes, ik heb er een hele hoop, maar het past best gewoon in één kinderkast. Ja. Echt niet twee. En de baby's groeien natuurlijk ook heel snel. Juist.
Dus het is ook niet dat je de garderobe het hele jaar door hetzelfde blijft. Nee, daarom. Dus wat dat betreft hebben we het gewoon beperkt. Nou, het is niet een hele kleine kamer, het is ook niet een gigantische kamer. We waren dus wel bewust op één kamertje hebben, want het is gewoon het leukst voor de tweeën. Lekker samen. Met tweetjes. Ja, lekker met tweetjes in de jungle. Dus. Nou ja, wat ik wel heel erg leuk vind, is dit behang. Echt een eyecatcher. Ja. En je vertelde al dat het dus van Creative Lab Amsterdam is. Had je meteen zoiets van, ik wil dit behang? Ja, ik had eigenlijk dus, toen ik dit thema zocht, heb ik heel veel behangetjes gezien. Ook inderdaad allemaal in het... Er is al best wel veel. Ja. Ja. En ik moet zeggen, ook sommige dingen dat je denkt, hoe kan je zoveel geld betalen voor een behang? Ja. Bizar, maar wel echt prachtig. En ja, goed, ik ben heel specifiek met mijn botanische themaatje. Het moet niet te kinderachtig zijn. Ik weet dat kindjes zijn, maar ik wou dat het gewoon een beetje stijlvol diertjes waren. En niet van die cartoon diertjes. Ja. Dus dat was nog best lastig te vinden. En toen ik deze vond van Creative Lab, dacht ik wel meteen, ja, dit moet ik hebben. Dit vind ik zo gaaf. En het is ook wel echt hetgene wat het meest opvalt in de kamer. En ik heb bij deze ook nog eens heel eigenwijs gevraagd of ik er een giraf bij mocht. En dat mocht. Oh normaal was origineel niet. Dat ik zelf fan ben van het botanisch thema, vind ik dat daar natuurlijk de jungle dieren en gewoon die bouwdiertje passen daar meteen in. En ik denk gewoon dat het voor kinderen heel leuk en heel belangrijk is om veel te leren over de natuur. En ik zie dat de meubeltjes passen echt heel goed bij elkaar. Waar komt het vandaan? Ja, dit is toevallig één serie van Coming Kids. Vind ik een heel leuk merk. Prachtige kleur. Ja, super mooi. Het is een van mijn lievelingskleuren. Die vind je bij mij ook heel veel terug. Dus wat ik zo leuk vond, deze bedjes zijn van staal. We zijn natuurlijk ook weer twee hebben. En verder vond ik heel leuk bij de kast en de commode dat de handgreepjes van leer zijn. Dat wou ik heel specifiek. En hoe zorg je dan toch dat de kamer persoonlijk wordt? Want soms heb je natuurlijk wel, als je echt één set koopt, dat je denkt van ja, dat zie je dan bij heel veel mensen bijvoorbeeld thuis. Hoe zorg je voor die persoonlijke twist? Nou, ik heb zelf heel erg gewoon, zoals de dekentjes, die heb ik zelf laten maken door iemand. Oké, fantastisch met die palmboompjes. Heel leuk, ja. Het is ook echt een stof die ik zelf weer dan op internet heb gevonden. Die wou ik per se, daar wou ik laagjes van. Dus ik heb gevraagd aan iemand via Instagram die dus dekentjes maakte. Of zij die dekentjes voor me kon maken. En dat heeft ze gedaan en daar ben ik nog steeds super blij mee. Ik denk dat het voornamelijk is, ondanks dat het inderdaad een set is, heb ik alles wat er omheen is zelf gevonden, zelf gemaakt, uit verschillende winkeltjes gehaald. Toevallig deze zelf gemaakt, het is eigenlijk een wagenspanner, ik heb er ook twee. Ja. Dus die hang ik ook heel vaak gewoon aan de wagen, omdat ze ernaar kunnen kijken, ziet er leuk uit. Maar ik vind hem ook af en toe gewoon hier heel mooi staan. En dan heb je gewoon zelf, heb je de kraaltjes bij elkaar gezocht? Ja, ik heb online specifiek, het zijn van die rubberen kralen, die heb ik online besteld. Ik heb er ook speenkoordjes van gemaakt voor kids. Want het zijn van die kralen die zijn zonder gifstoffen en noem maar op. Ja. En dan kunnen ze uiteindelijk ook kouwen. Dus als bijtring. Dat is ook echt fantastisch. Die komt echt uit een superleuke winkel in Den Bosch. Hadden ook zebrahoofden en allemaal super mooie dieren. Die werd gewoon handgemaakt. Ja. En dat zijn de dingetjes die voor mij, die ik dan echt in de loop der tijd bij elkaar gesprokkeld heb. En waar ik dan zo blij van word. Ik denk van ja, dit was eigenlijk, volgens mij was het eerste wat ik heb gekocht voor de kamer. Deze schilderijtjes, dat is ook iets wat ik eigenlijk al heel lang wist. Ik wist dat er van die babydieren foto's zijn. Ja. Of tekeningen. Van kleine babydiertjes die je recht aankijken. En uiteindelijk deze genomen. En ik vind ze zo schattig. En het grappige is ook de jongens, als ik ze hier neerleg, helemaal happy. Vooral die. Ze zitten er echt naar te kijken dat je denkt, ja, ze vinden het fantastisch. Wat een goed idee om dit naast inderdaad de commode op te hangen. Ja. Dan heb je ook een beetje, dat is voor de baby. Dat was eigenlijk een idee van mijn moeder, die had het ook toen wij klein waren, hadden we ook iets, ik geloof een spiegeltje of iets waar we naar konden kijken. En nu echt, ik merk het, is echt wel een goede tip. Ja. Ze kijken ernaar, ze zijn afgeleid. Ik heb soms dan, als er eentje is aan het huilen, dan leg ik hem in het bedje. En als ik het andere hier neerleg, is het meteen stil. Want het ziet het aapje en het tergetje en dan denkt, wat leuk. Ja, dus echt top. Ja. Een hele goede tip. Ja. Nou, er is hier echt al heel veel inspiratie te zien. Heb je nog een tip voor mij voor een winkel waar ik echt nog even naartoe moet? Nou, ik ben zelf ook naar de grotere winkels geweest. Waar echt net zoveel babykamers staan. En dan heb je het over? Ik ben bij Baby Park geweest, Babydump, dat soort dingen. En daar heb je natuurlijk inspiratie meer als in bijvoorbeeld de meubeltjes die ik daar wel heb gekocht. Ja. Maar voor mij persoonlijk zijn het meer de kleine winkeltjes waar je toevallig binnen loopt. Of je nou in Amsterdam bent, in de Negen Straatjes of in Haarlem of in Den Bosch of waar dan ook. En dan loop je gewoon tegen dingen aan. Dus ik heb nooit eigenlijk ergens eigenlijk niks komt uit dezelfde winkel, behalve de meubeltjes. Ja. En dat is ook echt wel hetgene wat ik vind wat een kamer überhaupt uniek maakt. En hier zie ik trouwens wel hele leuke stoeltjes staan. Ja.
Die zijn gemaakt door mijn nicht. Super lief. En ja. Die zijn ook echt helemaal customized met een naampje erop. Dat vind ik sowieso heel leuk. Ja. Als je dingen van de naam ziet terugkomen. Heb ik een voorletters hier bijvoorbeeld staan. Maar ook dat maakt het weer heel erg persoonlijk. En ja. Dat is denk ik en echt... En uniek. Ja, dat maakt alles uniek natuurlijk. Nou, heel erg leuk. Ayla, heel erg bedankt voor deze mini-tour door de kamer. Echt wel een aantal hele goede tips die ik zeker ga toepassen. En ja, ik ben natuurlijk gewoon helemaal verliefd op dit jungle thema. Palmbomen gaan er bij ons ook zeker komen. Dus dankjewel. Nou, en de volgende kamer die ik ga bezoeken heeft ook een botanisch thema, maar dan gecombineerd met roze. Kijk je mee? Inmiddels zijn we aangekomen bij alweer de derde babykamer. En dat is deze prachtige kamer van Juni. Jij werkt ook als stylist. Klopt. Dat is hier wel te zien, want het echt een prachtige kamer is. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, hoe ben je begonnen? Wat was je uitgangspunt? Ik ben eigenlijk begonnen met het idee van het moet vooral praktisch zijn. Ik wilde alles wel binnen handbereik hebben. Maar ik wilde niet een standaard kamertje van een babywinkel uitzoeken. Ik vond het leuk om zelf spulletjes bij elkaar te zoeken. Dus ik ben ook gaan kijken op Marktplaats. Opnieuw. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, wat was het uitgangspunt voor de kamer? Ik wilde ten eerste dat de slaapkamer heel praktisch zou zijn. Dus qua indeling, alles binnen handbereik. Maar ik wilde ook vooral geen standaard set van een babywinkel. Dus ik ben een beetje gaan kijken op Marktplaats. Ik had dit wiegje al heel lang op het oog. Omdat de vorm is net even anders dan wat je normaal ziet qua ledekantjes. Ja, prachtig, zo rond. Ja, precies. Vind ik ook erg leuk inderdaad. En dat lichte hout, dat vond ik erg leuk. Omdat het wat moderner is, wat frisser. Hij kan ook doorgroeien, dat is ook wel leuk. Je kan dit middelste deel eruit halen. En dan kan je nog een langer deel inzetten. En dan kan een matrasje erin leggen. En dan heb je eigenlijk een peuterbed. Oh, wat leuk. Dus hij kan flink wat jaartjes mee. Maar deze heb ik dus via Marktplaats gekocht. Oh, echt? Ja. Dat is wel een design. Ja, klopt. Ja, hij is van sokken. En maar ik dacht, als ik hem op Marktplaats koop, die dingen zijn zo degelijk, dat gaat gewoon heel lang mee. Ja. Dan kan ik mijn budget weer ergens anders aan besteden. Ja, snap ik. En wat ik wel leuk vind aan alle babykamers die ik laat zien, is dat ze allemaal een beetje een botanische sfeer hebben. Ja. En hoe heb jij dat hier terug laten komen? Nou, ik had wel het jungle thema in mijn hoofd. Mm-hmm. Dus toen kwam ik bij dit behang van Annette Welink. Dat heb ik via Etsy gekocht. Ja. Dus het is rustig, maar toch met alle diertjes. Hè. Leuk om naar te kijken, ook voor een kindje. Ja. En in combinatie met dat roze vond ik het wel weer wat dromerigs hebben. En ook met dat hemeltje. En ja, dat hemeltje is echt fantastisch. Het staat echt op. Ja? Ja, dat okergeel natuurlijk. Ja, dat is ook voor jou. Ja. Omdat het is best wel een grote babykamer. Hè. Vaak zie je toch dat het wat kleinere kamertjes zijn. Wilde ik dat het wat knusser zou worden. En daarom heb ik eigenlijk deze nis zo geschilderd. Ja. En dan in combinatie met dat hemeltje is het gewoon een heel gezellig hoekje geworden, denk ik. Ja, zeker. Dat is wel een hele goede tip. Ja. Eigenlijk niet alleen de wand schildert, maar net even nog een baan erbij. Ja, precies. Ja. En wat natuurlijk wel heel erg leuk is, is om misschien ook dingen zelf te maken. Ja. En heb je dat hier ook gedaan? Ja, nou wat ik heb gedaan is dit Ivar kastje van IKEA, omgeturnd tot een commode. Daarvoor heb ik, in eerste instantie heb ik pootjes uitgezocht. Die moest ik echt hebben. Ja. Die heb ik vanuit Amerika over laten komen. Oh, hè? Ja, ja. Zwangerschapshormonen, hè? Ja, dan moet je het gewoon hebben. Precies, ja. Ja, ik denk dat maakt of breekt het kastje. Dus ik ben eigenlijk gestart met dat idee. En toen heb ik op Pinterest gezocht naar ideeën om het toch even net wat speelser te maken. En toen kwam ik dus met het idee om hier wolken op te schilderen. Leuk. Dus toen zijn mijn vriend en ik met een pannendeksel in de weer gegaan om... om de omtrek, zeg maar. Ja, precies. Oh, wat goed. Ja. Nou, en tot slot heb ik nog deze mandjes van Quantum toegevoegd. Heb je gewoon eraan gehangen? Ja, precies. Heb je eraan gehangen. En dat is handig om net eventjes de luiertjes binnen handbereik te hebben. En de
kinderdoekjes, dat soort dingetjes, verzorgingsproducten. Wat slim, ja. Ja. Nou, en je bent natuurlijk stylist, dus ik ben heel erg benieuwd of je nog een leuke stylingtip hebt. Ja, nou, wat mijn stylingtip is, is eigenlijk om één groot statement te maken dus. En daarvoor heb ik gekozen voor dit grote behang, muurvullend. Ja. Één grote print, die maakt het kamertje gelijk eigenlijk tot iets bijzonders, vind ik. Ja. En herkent Juni al, zeg maar, de dieren? Kijk je er ook al echt naar? Ja, nou, het eerste woordje wat ze zei was aap. Dus, oh. Ja. Ja. Oh, dus, ja, en dat vind ik ook zo leuk, want elke avond als ze gaat slapen, dan zeggen we de diertjes wat rusten. Oh, en, mooi. Ja. Dus het is eigenlijk ook multifunctioneel, het ziet er leuk uit en ze leert er ook wat van. Ja. En hoe zorg je nou dat je dan nog verder doorvoert in de ruimte? Ja, nou, ik heb overal toch wel wat diertjes laten terugkomen. Ja, ook de zwaan en hier zie je nog een flamingo. Daar nog een leeuwenpop. Ja, heel leuk zie je ook. Ja, en deze dierenketting vind ik ook echt ontzettend leuk. Dus ik laat subtiel overal toch wel dat dierenthema dan weer terugkomen. Ja. Maar ik vind het niet per se echt een jungle themakamer. Nee, het heeft een beetje ook gewoon die botanische invloeden. Ja. Maar ja, het is eigenlijk gewoon wel een hele goede mix. Een mix tussen jungle en eigenlijk een dromerig babykamertje. En dan heb ik eigenlijk nog een tip. Ik heb hier een vloerkleed liggen wat hoogpoliger is. Dat is voor de winter heel lekker. Hè? Lekker warm aan de voeten. En in de zomer leg ik een andere kleed neer. Wat zomers is, wat lichter. Dat is ook wat roziger. En zo kun je eigenlijk heel makkelijk van look wisselen per seizoen. Ja, wat een goede tip ook. Ja. Ja. Nou, en een vloerkleed mag ook echt niet ontbreken. Klopt. Ik heb zelfs al een vloerkleed gekocht. Ja. Ik heb nog één commode, geen beetje, maar wel al een vloerkleed. Ja, dat is echt verbaasd me niet. Een goede stylingtip voor in de ruimte. Ja, ja, het maakt het gewoon gelijk knus. Hè? En wat ik ook altijd vind is, als je geen vloerkleed hebt, dan zweven de meubels eigenlijk een beetje in de ruimte. En zo betrek je het toch allemaal bij elkaar. Ja, zeker. Nou, en wat mag er nou echt niet ontbreken in de babykamer? Nou, ik vind prentenboeken. Want die geven gewoon gelijk een leuke look aan de kamer. Het is leuk om naar te kijken. Voor zowel de baby als de ouders. Ja. En leuk om in te kijken ook. Want in het begin las ik veel voor. En had ik het idee, nou waar doe ik het eigenlijk voor? Maar nu merk ik dat ze steeds meer ook echt meedoet in het verhaaltje. Dus het heeft wel degelijk zin om voor te lezen. Ja, wat leuk. Dus ik verzamel er veel. Ik vind het gewoon ontzettend leuk staan. Ook op zo'n plankje boven de commode. Ja. Bovendien is het ook leuk om naar te kijken als je haar aan het verschonen bent. Want dat wordt ook steeds lastiger. Raakt ze afgeleid, wil ze omdraaien. Dus hier moet gewoon wat te zien zijn. Ja. Dan had ik in de vorige babykamer ook al dat het inderdaad heel goed is om iets boven de commode te hangen. Ja. Dit kan natuurlijk ook. Nou, en dan als allerlaatst, kan je misschien nog wat leuke winkels met ons delen? Ja, ik koop mijn spulletjes graag bij Lidl.nl. Of de gele flamingo, daar kijk ik ook graag. De gele flamingo? Ja. Oh, dat vind ik niet, wat leuk. Ja, dat is ook een kinderkleding en speelgoed, accessoires, van alles. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook graag op Etsy voor de handgemaakte dingetjes en bijvoorbeeld uniekere items. Ja. En juist die mix is denk ik wel heel erg leuk. Ja, precies. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het oud en nieuw. Dat was trouwens ook iets wat ik tijdens de zwangerschap heel erg had. Hè, met hormonen, dat ik dingen wilde hergebruiken. Dus vandaar dat ik ook keek op marktplaatsen. Bijvoorbeeld een kast die opnieuw gebruikt is. Dus dit is wel echt een kamer waar jullie gewoon nog heel lang van kan genieten. Ja. Dus dat is ook wel goed om over na te denken bij het inrichten van onze eigen babykamer. Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van deze kamer. En alvast gefeliciteerd, want jullie worden bijna één. En dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. Nou, we zijn inmiddels aan het einde gekomen van deze binnenkijkervideo. En ik heb echt heel veel inspiratie kunnen opdoen voor onze eigen babykamer. En ik kan dan ook niet wachten om met de kamer voor onze Binti Baby aan de slag te gaan. Vond je dit nou een leuke video? Steek dan zeker je duimpje omhoog. En mocht je nou ook tips weten voor leuke winkeltjes, merken of iets wat ik echt niet mag vergeten, deel het zeker onder deze video. Want het is alleen maar leuk om elkaar te inspireren. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende video. Doeg!